Er zijn ook mensen zijn op het afkomen. Wat doe jij, joh? Zachtje! Kokkeleiers! Kokkeleiers! Jezus, wat dan ook? We zien dat we this is what democracy looks like! Maar voor de English speaking people, ze staan daar. Here in the Netherlands we have an asylum policy. And we have people who protest against this asylum policy. 3 years ago, one of the activists wrote 4 texts in protest against the asylum policy in the Netherlands. These texts, she was arrested, she had her house searched, her stuff taken, and she got 4 months prison. This is the Netherlands, welcome to the Netherlands. We're just for writing a text in protest against a government policy, you can get 4 months. For showing the text today, you can get arrested right away. This is what democracy looks like. Hij rijdt gewoon met zijn motor, rijdt hij gewoon op mensen in, weet je wel? Wat een fuck, joh. Voor wie werk jij? Wat kaboekje? Ah, die politie die rijdt gewoon met zijn motor gewoon op mensen in. Ze zijn gewoon gek geworden. Een solidariteitsactie van de steungroep 13 september en andere sympathisanten rond het hoger beroep van mijn rechtszaak vandaag. Het hoger beroep gaat over de aanklacht van opruiming vanwege 4 teksten tegen het vreemdelingenbeleid, waaronder deze. En dat hoger beroep dient vandaag, daarom is deze actie, er wordt doelbewust wet overtreden door de opruimende teksten te verspreiden, door uit te delen, voor te lezen en als het goed is hopelijk zometeen ook nog aan te plakken, als dat nog lukt. En daarmee maken we een statement van dat het een schandaal is dat op deze manier meningen worden gecensureerd in Nederland. En de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. En dat we daar voorkomen lak aan hebben dat er wordt gezegd van nou, dat mag niet, die tekst. Door hem dus openlijk aangekondigd ook te verspreiden. Er zijn al mensen opgepakt. En die kunnen meegenomen worden. Nee, er is nog hoger beroep. Dit is hoger beroep, de rechter heeft nog niet. En vandaag is er weer een hoger beroep. Heren, we zijn hier toch gewoon ook om onze vrijheid van meningsuiting te... Er is zoveel wordt gepraat over al die landen waar dat niet... Ja, maar het is nog een hoger beroep, het is er niet beslist. Er gebeurt hier verder niks, behalve dat mensen hun recht op vrije meningsuiting proberen te laten horen. Dus het kan ook gewoon de enige die hier een probleem veroorzaakt zijn de grote mannen die iedereen zitten te duwen. Er hoeft geen... Dat is de enige reden dat hier nou een probleem is. Ook dat deze meneer nu weer aan me zit. Dat vind ik ook een beetje raar, want ik heb helemaal niks gedaan dat tegen de wet is. En nu bent de politie... Nee, jij hebt mij net gehinderd. Pardon? Ik heb u gehinderd? Nou, dat lijkt mij een beetje nonsens. Dat moet je niet doen, dat mag niet. Hij heeft... Dat is onaardig. Wij zijn niet... Wij gaan niet hier vervelend... Wij gaan niet hier vervelend doen. En als jullie ook gewoon rustig doen en niet gaan duwen... Dat mag gewoon even niet. Als er over beroepuitspraak geweest is, dan weet je het. En nu mag het niet. Wat heeft het nou voor zin? Mensen, het wordt me even duidelijk gemaakt. Het uitdelen van deze papieren mag niet. Wie wil er een papiertje? Nee, dat mag niet. Er liggen hier afdrukken van een omstreden tekst op de grond. Die mag u wel oppakken. U kunt ze zelf vinden. U mag ze hier oppakken. Dat is niet verboden. Daar loopt u geen risico mee. Dus als u het interessant vindt om zichzelf te informeren, om zelf eens iets te lezen, niet te wachten tot wat u wordt voorgekauwd, kom dan hier, er liggen papieren klaar om mee te nemen. Hierachter, meneer Oudewater, zegt dat het geen probleem is. Ze zijn er nog, maar ik zou zeggen haast u, want de oplage is natuurlijk niet onbeperkt en het zijn wel collectors items. Ja.
De toedracht van de arrestaties, maar de politie begon al heel snel te zeggen van dat mag je niet uitdelen. Die begon posters uit mensen hun handen te trekken, begon te sommeren, niet uitdelen, niet voorlezen, niet plakken. En ja, op een gegeven moment zie je dan mensen opgepakt worden en de exacte toedracht weet ik dan niet, maar waarschijnlijk omdat ze of een poster vasthielden en niet af wilden geven, of uitdeelden. En aan plakken zijn we nog niet eens toegekomen, joh. Wat is dit, staring contest of zo? Waar pak je dat ding af? Wat is de reden? Hoeveel keer moet ik uitleggen? Nou, je bent nog niet begonnen. Dan luister je niet goed. Het tekent de toestand in Nederland wat er nu hier gebeurt. Er is geen ruimte meer voor kritiek. Er is geen ruimte meer om vragen te stellen bij wat de overheid doet en twijfels te hebben bij het beleid. Het minste geringste wat die kant op wijst wordt al met de grond gelijk gemaakt en monddood gemaakt. Een overheid die geen ruimte geeft voor kritiek, die kritiek niet duldt, is alleen maar een dictatuur. Waar kritiek niet geduld en zelfs bestraft wordt, is het rechtssysteem en de politie verworden tot niets meer dan een gereedschap om die dictatuur te handhaven. Het uniform dat je aangereikt kreeg, is een illusie van macht en recht. Nee. Kom op, hier, Afspraak, wie is de afspraak? Welke? Welke afspraak? Welke afspraak? Je krijgt nog één kans. Welke afspraak? Welke afspraak? Hou nu naar beneden of ik nee, welke afspraak? Ik ben nu aan. Word nu aangezeten. Stop met geweld! Stop met geweld! Stop met geweld! Stop met geweld! Gestapo! Gestapo! Stop met geweld! Het is niet in een Hoe voel je je voor die rechtsdag? Een beetje gespannen. Ja. maar ik heb zo meteen voor het eind van de rechtszaak een spetterend laatste woord voor het Hof. En dat wordt ook nog spannend, want ik heb me toen niet ingehouden en ik ga me nu ook niet inhouden. Ben je niet bang dat je wordt straf krijgen en zo? Nou, dat zal wel gebeuren. Die heb ik al, want ik heb al 4 maanden onvoorwaardelijk gekregen. Aha. En dat kan ook meer worden en er kunnen ook nieuwe zaken tegen me ingebracht worden, omdat ik blijf schrijven en omdat ik mijn mond niet hou. En waarom blijf je zo gemotiveerd steeds? Omdat het wel om ons alle vrijheid gaat. En voor mij persoonlijk geldt dat ik kan mij gewoon niet laten zeggen wat ik wel en niet mag schrijven en zeggen. Dat kan ik gewoon niet. Het is mijn vrijheid. Anders dan voel ik me gewurgd door de wet om mijn mond open te doen. En dat kan ik gewoon niet. Die gelegenheid hebben we aangegrepen om de teksten opnieuw te drukken en te verspreiden. En er zijn hier zojuist mensen gearresteerd omdat ze die teksten aan anderen lieten zien. De tekst laten zakken op straffen van arrestaties. En ik ga nu even kijken. En wat verwacht je van de mensen te doen om die vrijheid te bereiken? Nou ja, om te
beginnen dus door te blijven vechten om de vrijheid op te eisen door acties zoals deze. En andere acties, mensen moeten zelf ook gewoon gaan schrijven en gaan publiceren. Dat ik ook niet langer de enige ben die het aandurft. Dat is ook belangrijk. Het moet zich verspreiden. Mensen moeten gewoon de moed opbrengen om hier tegen in te gaan. Het kan niet anders, maar die betaalt wel een prijs.